Van een spookachtig beeld in het beruchte Stanley Hotel tot een trein vol gelovigen. Bekijk 13 momenten die je niet zou geloven als ze niet op camera vastgelegd waren. Yeah! 13. Spookachtig beeld. We beginnen met een van de griezeligste plaatsen in de hele Verenigde Staten. Het beruchte Stanley Hotel in Colorado dat bekend staat om zijn paranormale waarnemingen. Het hotel inspireerde Stephen King immers tot het schrijven van The Shining. En als je dat boek gelezen hebt, dan weet je maar al te goed hoe eng het is. De film is dat trouwens ook. Hoe dan ook, een koppel besloot in het hotel een geestenrondleiding te volgen. Ze maakten links en rechts foto's van de gangen van het hotel, maar toen ze één van die foto's bekeken, merkten ze iets op dat hen enorm deed huiveren. Inderdaad, het was een geest van een meisje. Het is ongetwijfeld een schokkend gezicht, maar het Stanley Hotel staat dan ook bekend om paranormale zaken, dus dit soort dingen zullen van tijd tot tijd wel gebeuren. Maar aan spookachtige vormen kun je nu nooit wennen, hè? 12. Dikke ijslaag bedekt huizen. Dit is Hamburg. Nee, niet die in Duitsland, maar in New York. En de ongelofelijke video, opgenomen op 27 december 2022, toont een vrij dikke ijslaag die meerdere huizen aan de oever van het Eriemeer bedekt als gevolg van een verwoestende sneeuwstorm die een ravage aanricht in de Verenigde Staten, vooral in het gebied van de Grote Meren. Het is zo'n griezelig gezicht, vind je ook niet? 11. Massale kerstballen op straat. Kijk eens naar deze enorme kerstballen die door de straten van Londen rollen. Allereerst zie je de witte en vervolgens begint er ook nog een enorme zilveren kerstbal te rollen. Kijk eens hoe enorm ze zijn, zelfs groter dan auto's waarvan de bestuurders hun best doen om ze te ontwijken. Maar wat zijn die kerstballen en hoe zijn ze in vredesnaam op straat terechtgekomen? Dit zijn geen gigantische kerstversieringen, maar delen van een kunstinstallatie die door de harde wind zijn weggewaaid. 10. Bus valt in een krater en drijft weg. Dit is zo'n vreemd gezicht dat je het zeker niet zou geloven als het niet op camera was vastgelegd. En zelfs dan, kijk maar. Een enorme krater heeft de hele bus opgeslokt alsof het niets voorstelde. Maar dat is nog niet eens het bijzondere deel. Het schokkende deel moet nog komen. Je zal het niet geloven, maar toen de bus eenmaal was opgeslokt door die enorme krater, dreef hij gewoon weg. Zoiets heb je vast nog nooit van je leven gezien. Het is maar goed dat de passagiers op tijd uitstapten, want wie weet wat er met hen gebeurd zou zijn als ze dat niet hadden gedaan. Dat lijkt me zeker niet het soort avontuur waar iemand van zou genieten. 9. Gebouw in India stort in. Shimla, Himachal Pradesh, India is een gebied in de westelijke Himalaya dat bekend staat om zijn gevoeligheid voor aardverschuivingen. Maar deze video is, laten we maar zeggen, iets anders. Dit is iets wat je beslist moet zien om te geloven. Kijk maar naar dit gebouw van meerdere verdiepingen dat instort op twee andere huizen eronder. Dit spul verzin je niet. Dat is een verschrikkelijk gezicht, maar gelukkig raakte niemand gewond omdat ze van tevoren geëvacueerd waren. Er is tenminste iets goeds uit deze afschuwelijke situatie gekomen. 8. Man overleeft explosie. Dit gebeurde in Queens, New York, 2021. Een man, de 57-jarige Barry West, liep op de stoep toen plotseling een ondergrondse explosie hem verzwolg. Oh, de verschrikking, maar gelukkig overleefde de man het. Hij liep wel tweede graads brandwonden op, maar hij herstelde goed van deze gruwelijke ervaring. Niet veel mensen kunnen vertellen dat ze een explosie hebben overleefd, maar Barry gelukkig wel. Ik denk dat zelfs de trottoirs niet meer veilig zijn. 7. Spookschommel. Scott Denton zat met zijn kinderen in een auto in Rhode Island toen ze iets bijzonders zagen. Daar, op de nabijgelegen speelplaats, stond een schommel. Nu zou dat op zich niet veel voorstellen, behalve dat er niemand op de schommel zat. Oké, goed, misschien was het de wind. Maar waarom zou de wind dan alleen die ene schommel beïnvloeden, terwijl de rest relatief stil stond? Ze bewogen natuurlijk een beetje en dat komt waarschijnlijk door de wind. Maar deze ene schommel bewoog tamelijk snel. Het lijkt alsof het door iets bezeten was. Dat is zeker een tafereel waar iedereen van zou schrikken. 6. Man gestrand midden in onstuimige overstroming. Wat een dag om te gaan vissen, nietwaar? Ik denk dat iemand het weerbericht niet heeft bekeken. Een man koos een perfecte plek om te vissen. Een rots midden in de rivier in de stad Chongqing in China. Je moet toegeven dat de plek perfect zou zijn geweest als hij niet in de onstuimige overstroming terecht was gekomen. Hij moest gered worden en liefst zo snel mogelijk, want het was slechts een kwestie van tijd voordat hij volledig werd meegesleurd. Een volledig team reddingswerkers kwam ter plaatse en gelukkig slaagden ze erin de man te helpen en hem met behulp van een zipline naar het land te brengen. 5. Waaghals. Zou je de moed hebben om zoiets te proberen? Zelfs op een veel lagere hoogte dan dit? Als het antwoord nee is, dan ben je net zoals de meeste mensen. En dat is niets om je voor te schamen. Alexander Schulz daarentegen is niet zoals de meeste mensen.
Hij is een echte waaghals. En hier zie je hem de hoge lijn oversteken die verankerd was tussen twee kalkstenen rotsblokken, maar liefst 100 meter boven de grond. Hij voltooide in 2018 met succes wat een onmogelijke prestatie leek en versloeg het vorige record met 70 meter. 4. Man overleeft nadat auto op sportschool is ingereden. Wat je gaat zien is de definitie van iets dat je niet zou geloven, tenzij het op camera is vastgelegd. Stel je het volgende scenario voor. Je loopt op een loopband in je plaatselijke sportschool. Alles verloopt volgens plan en dan opeens onderbreekt ietsje en besef je dat je zojuist iets hebt overleefd dat ter plekke je leven had kunnen beëindigen. Wat is dat iets? Vraag je. Nou, wat dacht je van een auto? Een rode Mercedes terreinwagen bijvoorbeeld. Je zou denken dat dit een onmogelijk scenario is. Nou, vraag het maar aan Samuel Kiwas. Hij zal het je vertellen. Dit is iets wat hem werkelijk is overkomen. Gelukkig had hij slechts lichte verwondingen. En de vrouw die de rode Mercedes bestuurde? Laten we zeggen dat ze niet zichzelf was. De man mag zich gelukkig prijzen dat hij deze vreemde ontmoeting heeft overleefd. 3. Spinnenbomen. Wat is dit voor een griezelig schouwspel? Dat zijn duivelse bomen. Je zou ze verwachten in een horrorfilm, maar in het echt? Absoluut niet. Maar dit is het echte leven. Laten we het even onderzoeken. In 2010 beleefde Pakistan een van de ergste overstromingen, waarbij 10 jaar regen in minder dan 1 week over de steden en dorpen stroomde. Ik hoef je niet te vertellen hoe verwoestend dat voor hen was. Maar toen de regen eenmaal ophield, begonnen de mensen deze met kleverige webben bedekte bomen op te merken. Het blijkt dat spinnen boven de grond schuilden als gevolg van alle overstromingen. Zoals je kunt voorstellen gingen de foto's van deze bomen onmiddellijk viraal op het internet, met mensen die ze bizar en angstaanjagend noemden. Ik zie wel in waarom. Hoewel angstaanjagend, hadden deze bomen toch een gunstig effect, want ze verminderden de populatie muggen die malaria verspreiden. 2. Sprinkhaanzwerm. Vervolgens hebben we dit griezelige en ongelofelijke schouwspel. In 2019 daalden miljoenen sprinkhanen neer in Las Vegas. In deze video zie je hoe ze de trottoirs van Sin City overspoelden en rond de felle lichten zoomen. Dat is pas echt een bijbels gezicht. De reden voor deze sprinkhaneninvasie is volgens deskundigen de drassige winter en het zachte voorjaar. En ik dacht dat deze insecten de oorlog hadden verklaard aan de mensheid. 1. Gelovigen die deelnemen aan het Biswa Itema. Onze thumbnailfoto is bizar en voordat je het vraagt, nee, hij is niet bewerkt. Het toont letterlijk honderden mensen verspreid over de trein. Vraag je af waar dat dan ligt? Het blijkt dat die trein gelovigen vervoert die deelnamen aan het Biswa Itema, een jaarlijkse bijeenkomst van moslims in Tongi aan de oever van de rivier de Toerak in de buitenwijken van Dhaka, Bangladesh. Nu begrijp je de foto, denk ik. Wat was jouw favoriete moment uit de video van vandaag? Laat het ons weten in de comments en abonneer je op ons kanaal.